Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Goedemorgen, ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlogmas. Het is vandaag zondag 10 december. Ik heb net mijn make-up gedaan. Oh, ik moet nog mijn mascara boven mijn hoofd weghalen. En ik heb mijn haar net gewassen. En ik moet over 20 minuten werken. Top. Maar ik ga eerst even mascara boven mijn ogen weghalen. Ja, ik zou het super leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. Oké. Ik moet ook nog even eten. Ik moet nog omkleden. Ik heb 20 minuten de tijd. Daarna wil ik bij mijn vader nog een pakketje ophalen die ik gisteren heb gekregen. Namelijk de beautybox. Dan kan ik die gelijk in de vlog laten zien. En ik moet ook nog heel even bij Florence mijn camerahoesje ophalen. En we gaan ook nog wat anders doen. Zo. Ik weet niet zo goed wat ik van mijn make-up vind. Het is wel weer lekker heavy om te gaan werken. Maar dat boeit me echt helemaal niet. Dus ik ga nu even broodje eten. Of ga ik eerst mijn haar doen? Nee, ik ga eerst een broodje eten. Oké, ik heb net mijn haar gefeund. Dus ik moet het zo even een beetje temmen. Maar ik keek dus net naar buiten. En het sneeuwt. Oh my god. En niet zo'n beetje ook. Ik hoop dat je het ziet. Maar weet je hoe ziek dit is? I like that. Maar ik moet tot 4 uur werken. En eigenlijk wilde ik nog langs mijn vader om die box te gaan halen. Maar nu twijfel ik heel erg omdat het zo sneeuwt. Oh maar. Oké, ik ga mijn camera in de oplader doen. Dan ga ik naar werk toe. En ik wilde nog één ding zeggen, want ik krijg elke dag wanneer ik zeg dat ik ga werken, krijg ik de vraag waar ik werk. Echt superveel. Ik krijg het echt heel veel. Maar ik wil dat gewoon liever privé houden. En misschien denk je nu van heel stom. Als ik klaar ben met dat werk daar, dan zal ik het vertellen. Maar ik vind het nu gewoon niet chill om te vertellen. Dus dan ga ik dat ook niet doen. Dus sorry daarvoor. En ik snap dat jullie het heel graag willen weten. Maar geloof mij, het is niet bijzonder of zo. Het is niet dat ik heel bijzonder werk doe. Dus daarom. Dus ik ga nu naar werk toe. En ik ga lopen, want het sneeuwt heel hard. Dus dan kan ik een paraplu meenemen. We have no place to go. Let it snow. Let it snow. Ik ben terug van werk. Het is 4:30. Ik had even chocoladepepernoot gekocht. Die waren in aanbieding. En wat had ik nog meer gekocht? Oh ja, een pak chocomel. Want ik ging even warme chocolademelk drinken. Super slecht allemaal. Maar vanaf morgen ga ik gezonder doen met mijn leven. Maar dat is dus nog niet vandaag. En ik heb hele schade lippen. En het sneeuwt zo fucking hard. Het is echt niet normaal. Iedereen is een soort van slag omdat het zo hard sneeuwt. Dat hebben jullie ook wel op mijn camerabeelden gezien. Maar ik wilde eigenlijk echt super graag een pakketje ophalen bij mijn vader. Maar ik twijfel zo erg omdat het zo slecht weer is. En het is net te ver om te lopen. En fietsen met dit weer is echt niet slim. Gewoon echt niet. Dus ik zit nu even na te denken. Of ik ga het pas later doen. Maar ik wil het eigenlijk wel gaan ophalen. Dus ik twijfel echt heel erg. Kijken. Maar ik ga nu even met mijn moeder. Ga ik even iets doen. Het is echt super stom. Ik was vergeten mijn studenten-OV af te zeggen. En ik doe natuurlijk geen opleiding. En nu heb ik een boete van €480. Als mensen hier ervaring mee hebben, laat me achter in de comments. Want dit kan natuurlijk weer alleen mij gebeuren. En ja, dat is dus echt super stom. Maar ja, ik ga dus nu met mijn moeder dat even fixen. En dan ga ik straks denk ik dat pakketje. Oké, ik ga nu weer in bed liggen. We hebben net een bezwaar gemaakt. Ik zal even uitleggen wat er was. Want ik dacht natuurlijk gewoon dat ik mijn studie ging doen. Maar uiteindelijk was dat dus niet het geval.
En toen was 2 maanden was mijn student-OV door blijven gaan. En nu heb ik een boete van 480 euro. Echt belachelijk, maar oké. Okay. En ja, daar heb ik natuurlijk niet zoveel zin in. Dus ik ga nu, ik heb echt zoveel kerstlichtjes aan. Ik ga nu lekker vlogmasvideo's kijken. En straks komt mijn pakketje. Oké, okay, mijn allerliefste papa heeft net mijn pakketje gebracht. Want ik heb namelijk een nieuwe beautybox. En deze box kan je bestellen voor volgens mij 15 euro. Even kijken. Ja, voor 14,95 euro inclusief verzendkosten. Dus per maand. En dan krijg je dus een box met 5 beauty producten. En ja, ik ben super blij. Want ik ga deze even kijken wat er allemaal in zit deze maand. Oh, het is natuurlijk de december editie. Oh, je ziet mijn kerstlampjes helemaal niet. Fijne feestdagen zit erin. Kijken. Oh, hier staat alles in. Die mag ik nog niet kijken. Want dat kijk ik altijd op het laat. Ik wil eigenlijk dat mijn kerstboompje erop staat. Oké, nee, nu zie je het niet. Oké, dit is beter. Oké, zo ziet het eruit. Zit hier nog een kaartje in? Ik denk met een kortingscode of zo. Oh, nee, het is met een... En dan het rode papiertje. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Oké, hierin zit een giftcard. Ik zal alle linkjes gewoon erin zetten. Oké, en ik ga gewoon om zijn beurt een item pakken. Als eerst zie ik... Oh, dit zijn van die black mask. Voor dat je al je onzuiverheden kan verwijderen. Ik hou echt van deze maskers. En er zitten 2 van deze maskertjes in. En deze heb ik al heel vaak gebruikt. Deze zijn van May Beauty. Die zijn echt super goed. Zal ik deze dagen nog wel even een keertje in een video laten zien. Hier ben ik echt super blij mee. Volgende wat ik zie is dit. Ja? Ja, graag. Nee, dankjewel. Oké, dit is body en massageolie van Raspberry. Dat is van boos, toch? Even ruiken. Oké, dit ruikt echt top. Dit is echt top. Dus hier ben ik super blij mee. Yay. Oké, het volgende wat ik zie is... Wat is dit? Een potlood? Het is een highlighter penseel of zo. Maar er zit een puntslijper in de dop. En dit is super handig ook voor andere potloodjes. Oh ja, en de producten. Als je ongeveer 2 producten hebt, is al helemaal duurder dan die hele box. Kijken. En dit kan je dus onder de wenkbrauwen, maar ook in je binnenste ooghoeken zo gebruiken. En het is natuurlijk super fijn voor de feestdagen, want dan mag alles lekker glitterig en glowy zijn. Zo. En ik ga zo meteen ga ik nog even een film kijken met mijn moeder en met mijn broertje. Beneden. Maar ik wilde eerst heel graag deze box unboxen. Want hij lag dus bij mijn vader en dan... Ja, maar het was zo slecht weer. Dit is het potloodje. En het is gewoon een soort zilveren kleur. Volgens mij zie je het echt niet. Ja! Oké, dit is wel echt ziek. Dit kan je volgens mij ook gewoon als een soort van oogpotlood gebruiken. Volgende wat ik zie is dit. Wat is dit? Oké, ik hoop echt dat het is wat ik denk dat het is. Yes! Oké, dit is een glitter oogschaduw. Ik hoop dat je het ziet. Ik ben wel heel erg bang dat het valt. Oké, dit is dus echt een super mooie glitter oogschaduw. Oké, hier ga ik echt een make-up look mee maken. Dit is zo mooi. Oh, deze glitter is zo mooi. Oké, je ziet het echt niet. Ik heb super slecht licht. Maar oké, yes. En het laatste, is dit het laatste? Ja. Het laatste is een lippotlood. En dit is, deze is echt al €20,95. Het is wat duurder dan deze hele box bij elkaar. En dit is de super mooie donkerrode kleur. Oké, met deze producten ga ik morgen. Ga ik dat morgen voor jullie doen? Nee, ik ga deze dagen ga ik daar make-up look mee voor jullie maken. Maar dit is dus alles wat er in de box zat. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Ik ga nu naar beneden. Lekker film kijken. En ik zal zo meteen nog even filmen. Kijkje heb ik ook even aan mijn moeder laten zien. Maar ik ga nu. Ik wilde eigenlijk ineens een film kijken, maar ik ben toch veranderd van plan. Want ik vond de film niet leuk. Dus ik ga zo meteen YouTube video's kijken. Maar ik wilde eerst nog heel even mijn agenda afmaken. Dus dat ga ik eerst eventjes doen. En ik moet echt even mijn bed en zo opruimen. Dus ik ga eerst even mijn bureau en zo opruimen. En ik ga denk ik nu ook al de vlog bewerken hierna.
Want anders moet ik dat morgenochtend doen en ik moet morgen om 9 uur werken. Zo, gangster outfit. Nee. Ik heb even mijn pyjama shirt ding aangedaan. Ook vind mijn kerstboompje zo leuk. Jullie zien hem net niet. Hoi kerstboompje. Oké, ik heb thee. Maar wat ik dus wil gaan doen. Ik wil vanaf morgen gezonder gaan leven. Nee, oké. Het is niet dat ik extreem iets wil gaan doen of zo. Maar ik wil gewoon even inplannen wanneer ik naar de sportschool ga. Want ik vind het echt super leuk om naar de sportschool te gaan. Niet om erheen te gaan, maar wel om het te doen. Alleen als ik nu gewoon in mijn agenda schrijf wat ik ga doen en wanneer. Dan ga ik ook een keer echt. Want anders dan ga ik gewoon niet. En dit werkt gewoon veel beter voor mij. Dus ja, ik dacht gewoon dan doe ik dat. En ik moet gewoon even alles even goed opschrijven. Dus op die manier eigenlijk. Wat wilde ik dan nog meer zeggen? Oh ja, en ik ga gewoon proberen iets minder. Nu mag ik nog even cheaten. Maar ik eet de laatste tijd super veel chocolade, pepernoten en allemaal dat soort dingen. Dat soort dingen moet ik gewoon echt een beetje stoppen. Want dat scheelt echt al zoveel. En voor de rest, ik ga niet dingen niet eten. Ik ga gewoon in de ochtend, avond en middag eten. En ik mag ook gewoon soms gewoon nog wat lekkers. Maar ik wil er gewoon een klein beetje op letten dat ik gewoon in ieder geval meer water drink. En gewoon iets meer fruit eet. En dat ik gewoon ga sporten. Maar bij mij mijn dingen aanpassen van eten, dat gaat gewoon niet werken. Want ik vind het gewoon te lekker om gewoon nog soms een stuk chocolade zo te eten. Maar kijk, bijvoorbeeld morgen moet ik tot 5 werken. Als ik nou gewoon even kijk of er een leuke les is. Even kijken. Dan moet er wel een leuke les zijn, anders ga ik zelf sporten. Maar bijvoorbeeld dat CX Works, dat is zo met je buikspieren en zo. Dat vind ik super leuk om te doen. En dat duurt ook helemaal niet zo lang. Dus ik ga dat gewoon nu lekker in mijn agenda schrijven, want dan ga ik het ook doen. Dus dan doe ik van 20, duurt een half uurtje. En dan ga ik daarna ga ik gewoon, als ik dan nog zin heb, ga ik gewoon zelf sporten. Maar dan heb ik in ieder geval een uur gesport. Nou ja, dat in ieder geval. Oké, kijk. Nu, dit is dus maandag, dus morgen. Ik moet morgen werken. Dan ga ik gewoon in de avond sporten. En dan ga ik, dit is een les die ik doe. En dan kan ik daarvoor of daarna nog gewoon zelf sporten. Dit zijn twee boekjes die ik moest kopen, maar dat heb ik gedaan. Dus dat kruis ik gelijk even af. Dinsdag heb ik rijles en werken, dus dat vind ik het wel genoeg. Woensdag ga ik gewoon in de ochtend sporten. Dan heb ik nog de hele dag om te kijken wat ik wil gaan doen. Gewoon een uurtje sporten. Donderdag moet ik naar school. Dus dan vond ik het wel voldoende. En dan dacht ik in de ochtend, want ik hoef pas om 14:15 op school te zijn. Dan ga ik gewoon in de uur, ga ik gewoon nog een uurtje sporten in de ochtend. 3 keer gesport in 5 dagen. En zaterdag moet ik werken. Dus dan moet ik even kijken of ik misschien nog in de ochtend wil. Maar het ligt eraan of ik in de vrijdag uitga. En zondag moet ik sowieso de hele dag werken. Dus dat gaat hem niet worden. En bij deze ga ik ook de vlog afsluiten. Oké, met deze precies goed. En dan ga ik dus lekker mijn video editen. Filmpje kijken. Netflixen. Ik zou het super leuk vinden als je even abonneert op mijn kanaal. Dat kan hier beneden gewoon gratis op de rode knop. En zo blijf je altijd op de hoogte van mijn video's. Ik zou het ook super leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En morgen ga ik niet filmen, maar dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe vlogmas video. Doei doei!